Vanavond ben ik weer in de WestenUnie in Amsterdam, maar vanavond voor de recorder Hemelvaart. Morgen is iedereen een extra dagje vrij om uit te brakken van het feestje. Maar waarom we vrij zijn, volgens mij weet niemand dat. Vanavond? Een soort van wereld paas of zo, wat was het? Geen flauw idee. Hemelvaart. En wat is hemelvaart? Hè? Wat is hemelvaart? Goeie vraag. De christelijke dag. Een extra feestdag. Net als koninginnedag, Pasen. Wat gebeurde er op hemelvaart? Nog een nachtje knallen. Wat gebeurde er op hemelvaart? Toen ging Jezus. Nee, ik weet het wel. Ik dacht dat Jezus naar de hemel ging. Fucking hell. Dat is in één keer goed. Waar de realiteit niet bestaat. Wat voor publiek komt er eigenlijk op af? Nou ja, eigenlijk iedereen die gewoon van goede muziek houdt en die gewoon in het weekend echt wil ontsnappen uit de realiteit. Dat is ook waarvoor staan. Uitgaan en ontsnappen uit de realiteit. En wat is er dan beter dan een wereld vol wonderen? Hey, deze zomer, ik neem aan dat het Gordon heel veel gaat doen. Wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, we gaan nog 4 feesten op het strand doen. Dat doen we elk jaar. Bij de Woesa's, Scheveningen. Een van de leukste strandtenten in Nederland vind ik. Hele relaxe sfeer. We doen het altijd voor gratis. Weet je wel, mensen moeten op het strand niet achter een hek kunnen zitten. We moeten gewoon aan kunnen komen waaien, op het strand waaien. En de eerste editie is alweer over een aantal dagen, 30 mei. Dat wordt onze kick-off van het zomerseizoen. Omdat gewoon lekkere muziek. Ik bedoel, WestenUnie, vette tent gewoon. 3 zalen, ik kan gewoon lekker uit je dak gaan. Heerlijk. Volgens mij heb jij het wel een beetje naar je zin. Heel erg. Hoe komt dat? Veel bekende, lekkere muziek. Alles is helemaal goed. Is dit voor jou een beetje een droomwereld? Sorry? Is dit voor jou een beetje een droomwereld? Droomwereld, zeker. Oh. Mooie lichtjes en... Nou ja, we hebben. Recorder had al een tijdje bekend om een goede feestjes. Ik was er nooit geweest, ik wil er nu een keer bij zijn. En een meisje had een kaartje over, dus ik dacht, ik ga lekker. En mijn meisje ging lekker slapen. Nou, klinkt goed. Ik heb haar een kus gegeven, ik zeg, schat, tot later. Hemelvaart is officieel begonnen, maar eigenlijk weet op een enkeling na niemand eigenlijk wat het is. Doet er niet toe. Er schijnt nog eens een afterparty zijn in de Club Home. Ik ga het volgens zien. Later.